religieuze organisatie Senaat in Durham heeft een geestelijke tuchtcollege voor pandits geïnstalleerd. Jitendra Bola Singh, voorzitter van de priesterraad, zegt dat dit nodig is omdat pandieten mensen zijn die ook fouten kunnen maken. Hij geeft aan dat de mensen die de Senaat in Durham aanhangen ervan verzekerd moeten zijn dat pandieten die over de schreef gaan aangepakt zullen worden. Ook als er een klacht binnenkomt van iemand die in de priesterraad zit, zal de zaak met tact aangepakt worden. Bola Singh zegt dat het tuchtcollege pas kan optreden als zij een schriftelijke klacht heeft ontvangen. Mondeling, daar werken we niet mee, want vandaag kan iemand mondeling een klacht indienen. En wanneer die mensen geconfronteerd gaan raken, dan gaan ze dan ontkennen van ik heb dat niet gezegd of ik heb iets anders bedoeld en alles. We wachten op een schriftelijke klacht. En als dat binnenkomt, wordt dat van de priesterraad doorgeleid naar de tuchtcommissie. Ik noem het ook geschillencommissie, want het kan ook voorkomen dat twee pandits een meningsverschil hebben, een andere interpretatie hebben van bepaalde regels die gehanteerd moeten worden. Dan kan het wel gebeuren dat die twee pandits of meerdere pandits die een geschil hebben, een meningsverschil hebben, dat die dan ook door die tuchtcommissie dan even bijgepraat worden. Het wordt dan doorgestuurd en als het van zodanige aard is dat het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Politie erbij moet komen, dan ligt het eerst aan de aangever. Bola Singh zegt verder dat het wel eens is voorgekomen dat pandieten over de schreef zijn gegaan. Echter zijn zaken in het verleden altijd aangepakt door het hoofdbestuur van Senaat in Durham. Hij geeft toe dat het moeilijk is voor de mens om met verleidingen om te gaan. Echter wijst hij erop dat pandieten bij de opleiding leren hoe zij met zulke situaties moeten omgaan. Maar het zijn weer momentopnames. Ja, en de mens is verschrikkelijk beïnvloedbaar. Je mag een opleiding gehad hebben, je mag het ook van huis meegekregen hebben met de opvoeding, maar het is een momentopname en daarvoor word je als pandit ook, krijg je die speciale opleiding om verschrikkelijk voorzichtig te zijn. Want het zijn dingen die we dagelijks meemaken in het veld. Mensen komen misschien ook van huis uit om een pandit te verleiden. Vooral als het om een jonge, knappe pandiet gaat. Mensen gaan van huis uit om dat soort dingen te doen. Maar jij als pandiet moet je weten te beheersen. We willen niet hebben dat de mensen wantrouwend naar de pandiets toe moeten kijken. Argwaan moeten hebben, geen geloof en belief moeten hebben. Want de pandiet zijn mensen die een voorbeeldfiguur moeten zijn voor de samenleving. En zij moeten zich ook houden aan de wettelijke geschriften van de Senaat in Durham. En ze moeten zich ook houden aan waarden en normen van moraal-ethisch. De voorzitter van de priesterraad geeft ook aan dat los van het feit dat pandieten die over de schreef gaan aangepakt zullen worden, zullen mensen die een onsmakelijke ervaring hebben meegemaakt de nodige begeleiding krijgen van de organisatie. Bola Singh, die zelf voorzitter is van het tuchtcollege, zegt dat er een politiecommissaris, een officier van justitie, een advocaat en nog een pandiet zitting hebben hierin.